Iedereen kent ondertussen waarschijnlijk de soap rond de mondmaskers. Wat is de volgende episode? Wel dat de grootwarenhuizen ze sedert vandaag ook mogen verkopen. Wij gaan toch even kijken bij AD De Leize in Heist om te zien dat dat zo is. Mondmaskers in de supermarkt, is dat gelukt? Ja, zeker. Dus vanaf vandaag verkopen wij er. Hebben we te koop voor iedereen. Heeft u een flinke voorraad gekregen van uw hoofdhuis, van uw depot? Dagelijks krijgen we een aanvoer van mondmaskers, ja. En is er verschillende keuzes of is het één bepaalde soort? Het is één bepaalde soort, dus het is één pak en daarin zitten 50 stuks. Ja. En wat is de verkoopprijs van 50 mondmaskers? Dat is €31,49, waarvan er ook 2 cent naar een goed doel gaat. Loopt men of lopen jullie het risico dat de Amsterwoede zal toeslaan ook op mondmaskers deze keer? Dat kan inderdaad, maar we zien erop toe dat er 1 pak mondmaskers per klant per keer kan aangekocht worden. Ja. En is dat makkelijk in de hand te houden? Ja, zeker. Die staan aan de kassa. We verkopen deze hier aan de kassazone en de kassiersters zijn daarvoor ook goed ingelicht. De eerste dag vandaag dat deze in aanbieding zijn. Ik neem aan dat ze vlot over de toonbank gaan. Ja, die zijn bijna uitverkocht, maar we voorzien nieuwe leveringen terug. Dus dat zou normaal geen probleem mogen vergen. Nee. Het is toch eigenlijk sensationeel, ook van AD De Leize, of van De Leize in het algemeen, dat zij erin slagen inderdaad mondmaskers te hebben, waar een aantal andere instanties niet zo meteen in slagen, als ik dat zo eenvoudig mag zeggen. Ja, daarvoor zou ik moeten doorverwijzen naar De Leize. Daar hebben wij geen zicht op. Oké, dan wens ik jou veel succes met de verkoop van de mondmaskers bij AD De Leize in Heist. En bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Voilà, Erik Gollet bij AD De Leize in Heist. We wilden toch graag even weten hoe de vork in de steel zit in verband met de verkoop van mondmaskers bij de grootwarenhuizen.